De federale parlementsverkiezingen eisen hun tol. Een aantal volksvertegenwoordigers neemt voorgoed afscheid van het halfrond. Het zijn stuk voor stuk verdienstelijke politici die we niet kunnen laten gaan zonder een laatste gesprek over hoop, gemiste kansen en realisaties. Mijn naam is Freddy van Gaver, ik ben 72 jaar oud. En de laatste jaren heb ik hier doorgebracht als senator voor het Vlaams Belang. Ik heb me bezig gehouden, of trachten bezig te houden, met zaken die, waarvan ik dacht iets van te kennen. Transport, veiligheid op de weg. Ik heb energie, daar heb ik veel tijd in gestoken. Ik heb al gedaan wat men kon leren op het gebied van elektriciteitsproductie. Ik ben hydro-elektrische centrales gaan bezoeken. Nucleaire centrale gaan bezoeken, deelgenomen aan avonden voor biomassa-omzetting en energie, windmolens, zonnepanelen enzovoort. Het heeft allemaal tot weinig gediend, want hoewel sommige collega's mij feliciteerden over mijn, op dat gebied tenminste, dossierkennis, telkens ik een voorstel deed, stemde iedereen tegen, maar kwam mij daarna troosten in de gang met te zeggen, Freddy, het was formidabel. Maar je moet begrijpen met het cordon, je kent de situatie, wij kunnen nu niet steunen. Ik heb dat toen niet begrepen, ik heb het vandaag nog niet begrepen. Maar dat is nu eenmaal de realiteit van het leven. Dat is hetgeen dat mij het meeste gestoord heeft in dit halfrond en ook in het Vlaams parlement waar ik een paar jaar heb doorgebracht. Dat is de uichelarij van de politieke wereld. Ik zal het niet begrijpen, ik zal het nooit begrijpen. Ik heb het niet begrepen, zou ik zeggen, en ik zal het nooit begrijpen in de toekomst. Maar dat is nu eenmaal de realiteit. En zolang dat niet opgelost is, denk ik dat wij ons geen democratie mogen noemen. Dat we daar recht niet hebben om die titel of die pluim op ons hoofd te steken. Mevrouw, dat is een heel moeilijke vraag. Heel goede herinneringen heb ik feitelijk niet, maar ik heb er veel negatieve. Dat is wat anders. Ik herinner me de eerste keer dat ik een vraag aan de minister kon stellen van op het spreekgestoelte. Voor mij sprak mevrouw Stevens van de N-VA. En die heeft na haar tussenkomst de zaal verlaten. En ik was nog alleen. Dus er was geen enkele senator aanwezig. Je bent er niet gewoon van in zo'n milieu te moeten werken. Dus er was een hele hoop personeel, griffier, de voorzitter, militaire politie, vertalers, ambtenaren. En dan stelt je een vraag aan de minister die er dan zelf niet is, maar zich dan weer door een collega laat vervangen die totaal ongeïnteresseerd, zelf niet luistert naar wat u te vertellen hebt. Voor de rest is daar niemand aanwezig. Dan denk je daarna, met wat ben ik feitelijk begonnen? Andere slechte herinneringen, wat mij het meest gestoord heeft, ook in het Vlaams parlement en hier in de Senaat, dat is dat vreselijk ondemocratische cordon. Ik was vroeger nooit in de politiek. Ik ben er maar ingekomen toen ik reeds 65 was. Gelukkig heb ik zo lang kunnen wachten. En je kunt dat niet geloven. Als je uit de zakenwereld komt, zit je hier in een heel uitgelachte wereld. Dat is iets... Nog altijd vandaag begrijp ik dat niet, dat wij ons democraten noemen in Vlaanderen en dan zoiets als dat cordon sanitair kunnen laten bestaan. Dat bewijst dat we feitelijk een uitgelachtig volk zijn, denk ik. Want je kunt dat niet geloven, je bent geïnteresseerd. Zoals ik bijvoorbeeld energie, daar heb ik veel tijd in gestoken. En energie. Ik ben naar atoomcentrales gaan zien, hydro-elektrische centrales, in windmolens gekropen, vergaderingen van biomassa. Ik heb alles wat dat energie, elektriciteitsproductie, dat was een van mijn onderwerpen waar ik in geïnteresseerd was. Dan kom je in een commissie tussen, je doet dan een uitleg, een voorstel van resolutie en iedereen stemt tegen. En zodra de commissievergadering gedaan is, dan komen ze de een na de ander op je schouder kloppen en zeggen, zeg, dat was interessant, hoe weet je dat allemaal? Je hebt er veel tijd in gestoken, maar Freddy, je moet dat verstaan, we kunnen voor u niet stemmen, want je weet het cordon. En wel, tot vandaag begrijp ik dat niet. Geen enkel. Ik heb geen palmares. Ik zeg het u, mevrouw, als u weet wat het cordon is, dat wil zeggen dat je niets kunt doen. Je kunt babbelen, je kunt roepen, je kunt
vervelend doen, je kunt vriendelijk zijn, je kunt al doen wat je wil, maar niemand feitelijk luistert naar je, al wat je wil doen. Ik heb over fileproblemen, ik heb voorstellen gedaan over dat afschaffen van die zinloze subsidies voor die groene molens die doelloos ronddraaien feitelijk en de elektriciteit produceren wanneer er wind is, maar niet wanneer dat we het nodig hebben, enzovoort, enzovoort. Je kunt geen initiatieven nemen als Vlaams Belang, want dat is de partij, dat weet u waartoe ik behoor. Dat is allemaal zinloos. Dus ik zeg het, tot vandaag kan ik nog altijd niet begrijpen dat bijvoorbeeld Bart de Wever, die ik heb ontmoet en een zeer talentvolle man is, dat hij dat toelaat, dat hij niet als eerste punt zegt, ik heb nu iets voor te zeggen in Vlaanderen, laat ons dat vreselijk ondemocratische cordon sanitair onmiddellijk afschaffen, want dat is een kanker voor ons volk. En dat is zo en dat zal zo blijven tot de dag dat men zal inzien dat het moet afgeschaft worden. Nee, ik heb een zeer negatieve indruk. De media die hebben ten eerste een grote macht, dat weet iedereen, maar die zijn voor een groot gedeelte zeer subjectief en die maken daar een spel van. 2 jaar geleden, om het Vlaams Belang te raken, heeft men artificieel veel meer aandacht geschonken aan Jean-Marie de Dekker, waarop hij normaal, met alle respecten die ik voor Jean-Marie heb, maar in verhouding tot wat hij toen betekende qua politieke stemmen in verhouding met Vlaams Belang, was dat feitelijk potsierlijk vast te stellen hoe de media alles, de Dekker, omdat men daarmee het Vlaams Belang zou kunnen schade toebrengen. En nu is de Dekker, laat men de Dekker vallen zoals een rotte appel en nu is het weer Bart de Wever. En dat heeft allemaal iets te maken met die hetsen die ik nooit begrepen heb tegen het Vlaams Belang. Ik weet niet wat, ik ben er misschien niet lang genoeg bij, maar wat dat wij hebben kunnen misdoen of wat wij misdaan hebben om te moeten vaststellen hoe men een dergelijke nefaste en oncorrecte procedure heeft in gang gezet die men nog altijd het cordon noemt. Het grootste pijnpunt, ik zou dat niet weten. Ik zou dat niet weten. De Senaat is ontstaan uit een traditie met een tweekamerstelsel, de Kamer en de Senaat. Als men nu zegt, we willen de Senaat afschaffen en nog alleen de Kamer hebben, goed, dat is misschien een goede oplossing, ik weet dat niet. Wat ik wel weet is dat wij hier met 10 keren te veel mensen rondlopen, dat wij 20 keren te veel ministers hebben, dat het volk wordt bedrogen van 's morgens tot 's avonds, dat wij allemaal samen, ik ben een beetje verlegen om het erbij te zeggen wij, maar heel de politieke wereld is heel één wereld van huichelarij, bedrog, wat hier wordt verbrast van geld, de nutteloze papieren. Als zakenman moest ik echt iets te zeggen hebben. Jongens, wat zou ik toch allemaal snel veranderen en in het belang van de bevolking. En ik zou misschien voor de eerste keer de belasting maar dan heel substantieel kunnen verminderen door natuurlijk te gaan snijden waar men moet snijden. En dat is bij het verbrassen van de miljarden van de profiterende wereld van de politiek. Als advies zou ik zeggen, in plaats van allemaal u willen interessant te maken, met allemaal maar nieuwe wetten en nieuwe voorstellen in uw naam, huldig gedurende een paar jaar het principe dat geen enkele wet kan gestemd worden nog, of er moeten er eerst, voor iedereen die een nieuw wetvoorstel doet, moet hij eerst voorstellen om er 10 andere af te schaffen. En als we dat een paar jaar volhouden, dan denk ik dat we een goede oplossing gaan hebben. Heel triestig. Ik ben zeer, maar van de eerste dag, hè, van de eerste dag dat ik in die politieke wereld ben gekomen, dat is nu 7 jaar geleden, heb ik nooit met plezier gaan werken, om zo te zeggen. Dat was altijd de ene ontgoocheling na de andere, maar ben allemaal terug te brengen door dat principe van dat cordon, waar iedereen in de baar vriendelijk is met u, maar zegt, luister, je moet dat begrijpen. Je moet dat verstaan, wel, ik heb het nooit begrepen en ik zal het nooit begrijpen en ik heb het niet verstaan, ik zal het ook nooit verstaan. En zolang dat men dat niet afschaft, zijn wij gewoon een bananenrepubliek en gaat heel die aangelachtige wereld verder. Ah, ik weet het niet. Er is één zaak dat ik weet over het verleden, dat kunnen we heel goed nakijken wat er in het verleden gebeurd is. De toekomst is voor iedereen een onbekende. Hoe lang gaat mijn gezondheid goed blijven?
Ik wil zeker niet stilzitten. Ik ben 72 jaar. Ik heb nog nooit een frank pensioen getrokken. Ik leg nog iedere maand veel geld bij voor een pensioen dat ik waarschijnlijk nooit zal trekken. Ik zal stoppen met werken de dag dat ik niet meer kan werken. Als ik nu denk dat er mensen zijn die 20 jaar jonger zijn dan ik en die al recht hebben op pensioen, dan denk ik, ja, we zijn echt verkeerd bezig. Ik ben nu op het ogenblik bezig met mijn zoon die een wijnhandel heeft te helpen en wat raad en advies te geven. We hebben een dochter in de Verenigde Staten die we nu eens zullen wat meer gaan bezoeken dan vroeger. We hebben 8 kleinkinderen dus die wel wat tijd vergen als je er een beetje wilt mee bezighouden. Maar ik ga nog iets doen, ik weet het niet. Ik ga misschien nog een nieuw bedrijfje oprichten. Ik ga misschien nog voor terugdoen wat ik dikwijls gedaan heb. Nog eens een bedrijf trachten te leiden dat die moeilijkheden zit. We zullen zien. Ik weet echt niet wat de toekomst is. Ik wist alleen dat ik vandaag moest komen omdat u mij had uitgenodigd. Ik heb het met veel plezier gedaan.